Ik ben Jolien Jolink, ik ben modeontwerpster. We staan hier in mijn winkel 30 Days Offline in de Huidestraat in Amsterdam. En daar staan we omdat ik geïnspireerd ben door Amelia Earhart. En ik wil dan ook het boek over haar voordragen voor de virtuele vitrine. Amelia Earhart was de eerste vrouwelijke pilote die de oceaan overvloog. In de jaren 30 van de vorige eeuw. Ja, het is een hartstikke stoere prestatie natuurlijk. Daarnaast was het ook een hele intelligente vrouw. Heel erg gelaagd, een beetje een mysterieus, rustig karakter. En dat sprak me ontzettend aan en daarom had ik heel veel zin om haar boek uit te pluizen, haar leven in te duiken en de collectie op haar te inspireren. In mijn wintercollectie voor deze winter zie je bijvoorbeeld Amelia's invloed terug in dit jumpsuit. Een wollen jumpsuit met pilotendetails zoals die zakjes en die banden die de mouwen ophalen. En de banden aan de achterkant. Maar bijvoorbeeld ook in een mooi wit shirt zitten dan toch ook weer verwijzingen. Met kleine gespjes en andere details zitten er weer verwijzingen naar Amelia. En de stoere mannelijke details zoals een stropdasje aan een overhemd. Ik heb ooit een heel oud boekje in een tweedehandswinkel gevonden. Wat ging over vrouwelijke pilotes. En daar las ik een heel klein stukje over haar. En wat ik zo leuk vond was dat er een hele stoere foto van haar in stond. In een stoere piloot jumpsuit. Met een klein roze poederdoosje daarnaast. Een foto van een poederdoosje. En ik begon te lezen. En er stond dus dat zij, Amelia, altijd een poederdoosje mee had op haar vliegtochten. Omdat ze dus wel goed uit wilde zien als ze landde en de pers te woord moest staan. En dat vond ik zo'n leuk contrast. En dat heb ik onthouden. En later heb ik dit boek eigenlijk online gevonden. En natuurlijk meteen aangeschaft en meer over haar te weten gekomen. Omdat Amelia mij zo heeft geraakt en omdat mijn 10e collectie, mijn jubileumcollectie, op haar is geïnspireerd, wil ik haar met heel mijn hart voordragen voor de virtuele vitrine.